Ajax is een instituut. En iedereen is ondergeschikt aan de club Ajax. Trainers, bestuursleden, alles. En dat instituut speelt al 50 jaar een fantastische rol als voetbalploeg. Met aanvallende vleugelspelers. Ja. En dan kom ik misschien uit een andere tijd. En met mij velen. Maar ik denk nog steeds, Ajax heeft altijd jeugd opgeleid. Er staan er nu ook, dacht ik, weer een stuk of 6 in. Maar geen vleugelspelers meer. Dan zeggen ze, die hebben we niet meer. Nou, als je ze niet hebt en je wilt hetzelfde spelsysteem blijven spelen, dan ga je ze zoeken totdat je ze vindt. Ik zal er één voorbeeld van geven. En dat heeft meteen een economische kant ook. Ik heb Shadley, ongeveer 3/4 jaar geleden, speelde hij bij AGOVV, heb ik hem tegen Ajax gezien. Die jongen die speelde een uur lang fantastisch. En nobody kende die man. En ik neem aan dat Ajax, ze hebben hem gezien een uur lang. Ik neem aan dat ze hem gescout hebben. Ik neem aan dat ze na de scout gezegd hebben, we nemen hem niet. Nou speelt hij bij Twente en nu zegt iedereen, waarom zat hij niet bij Ajax of bij PSV? En nu begrijp ik ook dat die man niet meer dan 5,5 ton kostte. Ja. Als je nou zo'n speler haalt, fysiek sterk, technisch goed, kan hij bij Ajax niet redden. Maar dan krijg je altijd je geld terug. Want je bent nog steeds Ajax een grote club. En zo zullen er meer spelers, jonge spelers, bij Ajax misschien, het grote stadion, stress, het niet redden. Maar die koop ik liever dan spelers van 7, 8, 9 miljoen, of misschien nog wel meer. Waar het risico net zo groot is. Soleimani. Of noem er maar eentje. Dat was een lichtpuntje vandaag, vond ik. Noem er maar eentje. Sitanić. Die loopt nu ergens in Mexico te voetballen.